Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan nog verder in Abu Dhabi, ronde nummer 21 van het kampioenschap aflevering 22. Als je de vorige aflevering gemist hebt, dan zal ik die eerst even terugkijken wat je deze gaat zien. En wil je meer afleveringen zien van F1 2019, kun je maar terug doen op abonneren op de tip alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. En je zag het net al in het beginscherm, Antoine Hubert, vorig weekend opgekomen in Spa-Francorchamps, 22 jaar, dus ik wil even uit respect tonen dat ik dat even erin heb gezet. Een verschrikkelijke crash van de Fransman, die gewoon door Correa gewoon geschept werd. 22, erg jong. En mogen hij rusten in vrede. En ja, wij gaan dan gewoon door met de kwalificatie. Here we are at the beautiful Yas Island circuit, where qualifying is about to begin. So sit back, relax, and enjoy the action. Now then, Anthony Davidson, you're not getting any younger, but you have been involved in your fair share of qualifying sessions in an illustrious 30-year career. How do you deal with the pressure when you have that one chance to deliver a perfect lap? It's not so much about dealing with the pressure, it's more about how you approach the risk and just how much of it are you willing to take. You're constantly balancing the car on the edge of grip from braking, cornering and traction. And over the course of a lap, it's easy to get that balance wrong. And that's why achieving the perfect lap is almost impossible. As you say, I've been doing this 30 years now and it never gets any easier. Nou, hier zijn we dan dus voor de seizoensfinale van seizoen 1 in F1 2019, de Career Mode. Abu Dhabi, Yas Marina Circuit. Ik vind het altijd een hele fijne baan om te rijden. Het ligt me altijd goed. En dan kan ik bewijzen of wij daar een goede positie kunnen rijden in Q1. Dus ik ben benieuwd. We moeten daar wel een Renault laten voorgaan. Volgens mij is dat Nico Hulkenberg. Oh sorry, het is Kevin Magnussen, ja. Sorry, het is Kevin Magnussen. Ja, ik zit even met andere rijders in mijn hoofd. Kevin Magnussen dus. We hebben die inmiddels gepasseerd en we kwamen overstart finish. En we gaan dus nu een genoteerde ronde laten zetten eigenlijk. In Abu Dhabi. Het is schemerig, dus dat betekent dat in Q3 gewoon nacht hier gaat worden, gewoon helemaal donker. Komen we start finish en in 1.38.3 brengt ons voorlopig op P1. We laten Magnussen hier even voorbij. En dan gaan we nu gewoon naar binnen. En dan gaan we kijken waar we dan staan in Q1. Leclerc naar 2 gegaan op de mediumband. We zijn inmiddels aanbeland bij de pitbox. Op dit moment op de derde plek. Op 14e van Valtteri Bottas. Hamilton naar de mediumband gegaan. Die is sneller in sector 2. Wij zijn de snelste in sector 1 en Bottas snel in sector 3. Interessant. So far, our fastest lap is a 1 minute 38.3. En Bottas en Hamilton, de tijden zijn precies gelijk. 0.000. En uiteindelijk heeft Max Verstappen nummer 1 veroverd op 66.000 van teammaat Gasly. Wij zijn door naar Q2. Kimi Raikkonen volgens mij ook. Ik zag het niet zo goed. Het kan zijn van wel, het kan zijn van niet. We zullen zien. En we gaan op de mediumband onze ronde laten noteren. Oh, ik dacht het ging daar bijna mis, maar niet dus. Ik dacht we raakten de muur, maar dat was dus niet zo. We komen dus bij de laatste bocht en nu over start finish. En gaan we kijken wat deze medium band ons oplevert hier in Abu Dhabi voor qualifying 2. Voor de seizoensfinale in seizoen 1. We
Niels over start-finish. Bottas ook op de minimum met een 1.38.2. Wij op P5 met 1.39.5. Dit moment op P12. Nou kan ik proberen om deze band deze band weg te doen en nu in Q2 mijn tijd gaan laten noteren in Q2, want we liggen er op dit moment uit voorlopig, maar we gaan er weer uit en ik heb besloten om op een set soft mijn snelste tijd in Q2 te laten noteren. Ja, want ik dacht, ja, op de miniband, anders redden wij het sowieso niet. Op dit moment 14e, oftewel 1 na laatste in Q2. En ik wil eigenlijk voorkomen dat dat gebeurt. We gaan inmiddels over start-finish en we gaan een ronde laten noteren hier in Abu Dhabi voor Q2. Leclerc snel met een 17.6 in sector 1. We zitten inmiddels een paar duizendste bovenop onze tijd. Nu een paar tiende, dus het begint goed. Paars in sector 1. De vlag hangt inmiddels uit. Leclerc met het 1.36.8. Paars en groen. En dit kan misschien ons een plekje opleveren in de top 10 qualifying. De vraag is, wordt het dat ook? Ja, P6. Nou, prima resultaat hier in Abu Dhabi voor Q2. Want nu zijn we inmiddels door naar Q3. Raikkonen niet gered op P12. Zonde. Vettel en Bottas en Leclerc 1 en 2 op 26.000. Dus die Ferrari is goed hier in Abu Dhabi. Dus ik ben hartstikke benieuwd wat het gaat worden in Q3 tussen Q2. Tussen Leclerc en Bottas. En we gaan dus weer een oude lap doen voor Q3. We moeten wat mensen voor laten gaan. Onder andere Nico Hulkenberg of Romain Grosjean, ik weet het niet zeker. Het is Hulkenberg. Onder de tunnel door. En hier weer uit de pitlane. Het is donkerder geworden. Er hangen nu wat wolken boven Yas Marina. Interessant. Ik hoop niet dat het regenwolken zijn. Ik denk het niet. Ik denk van niet hoor. Of ik denk het niet. Dus maar ja, als het toch zo is, ja, dan is het best wel spannend. We komen over start finish. En we gaan onze eerste ronde in Q3 laten noteren hier in Yas Marina. En misschien kunnen we P5 pakken. P4, P3 gaat het niet worden. Dat gaat ook niet lukken. Dat is gewoon te veel. We komen inmiddels over start-finish. Russell met een 1.39.2. Wij een 1.38.5. Op dit moment pole, maar er moeten nog andere jongens komen. Kijk maar, Vettel met een 1.37.6. Gewoon bijna een seconde sneller dan ons. Op dit moment P8. Wat ook goed is. Maar ik heb liever dat we nog verder vooraan staan. Verstappen naar 2, Bottas naar 3. Hamilton naar 1. Dus de Mercedes zit er goed bij. Voel ik de tijd gewoon door. Nog steeds op P8. En we gaan er dus weer uit. Voor een tweede outlap in Q3. Wat ons naar voren moet kunnen brengen. Iedereen is er natuurlijk weer uit. Oh, het is zo druk. Het was daar even druk met Romain Grosjean. Alweer een haas. En kijk wat hij gaat doen. Hij rijdt hier wel langzaam. Ja, hij rijdt daar langzaam. We moesten daar gewoon blokkeren zelfs. We blokkeerden Russell er ook. Hey, Russell in de top 10. Oh, dat had ik echt niet gezien. George Russell in de top 10. Hoe is het mogelijk? Ik weet niet wanneer dat is gebeurd. Ik denk het einde van Q2. En Grosjean, die maakt hier een wedstrijdje van. Ja, wij duwen hem hier gewoon naast de baan. We zitten wel een klein beetje door, maar het is niet zo erg. Want Grosjean weet het wel, zijn auto kan niet tegen onze auto. Alhoewel Haas wel voorstaat in de R&D-tree. Dus, bizar. P8 op dit moment, we komen over het finish en we gaan dus kijken wat deze ronde gaat worden in Q3. Onze laatste ronde en onze laatste kans om misschien naar voren te komen. Hamilton met inderdaad een sector tijd noteren in sector 1, 17.4.
Wat laten wij noteren? Hoppa! De tiende eraf. Paars in sector 1. Wij zijn sneller dan Lewis Hamilton. We komen over start-finish heen. En het is P5. Prima, prima resultaat in de kwalificatie. With qualifying finished, it's time to remind ourselves of our top de uitslag. Hamilton, Bottas, Vettel. En dat was het dus wel. En wij zaten dus vanaf P5. So make sure you join us then. Nou, de uitslag van de kwalificatie. Wij winnen ten opzichte van Kimi Räikkönen. We winnen ten opzichte van Sergio Perez. Ik weet trouwens niet of Kimi Räikkönen in seizoen 2 ook mijn teammaatje wordt. Ik hoop het. Ik weet het niet zeker, dat zullen we dus in seizoen 2 zien. De research points, best wel veel vind ik, die we hebben behaald in de kwalificatie. 220 in totaal, 270 overall. De reputatie is gewoon gelijk gebleven. Dan klimmen we naar een veteran toe en een sportsmanship. Well, Emma, die zegt nog even iets, de mail nog even checken en dan gaan we door naar de race. De R&D 3 checken. Twee upgrades dus. En dan gaan we gewoon door naar de race. Welcome to the Yas Island circuit for the finale of another thrilling Formula One season. It's been a breathtaking year and we end it at a track that's been the scene of many glories and heartbreaks over its short history. It's time to end the season in style. It's time for the Abu Dhabi Grand Prix. We have 21 corners here at Yas Island circuit with 10 to the right and 11 to the left. It's a total lap distance of 3.4 miles. Two long straights open up some passing opportunities into the chicanes, and we expect average lap speeds of around 123 miles per hour. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Now I want to ask you about Lewis Hamilton. What a season they've had. A well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the bag. I agree it's been a truly impressive season, but championship or no, I don't think they'll be gently cruising around to the finish line. In fact, with points no longer a concern, there's a lot less to risk, so we may even see a more aggressive approach. Nou, de grid voor de seizoensfinale in seizoen 1 in Abu Dhabi. Met Lewis Hamilton op pole position, daarachter Valtteri Bottas, Mercedes in de 2, Vettel en Verstappen 3 en 4. Onszelf op P5, Gasly achter ons P6, Russell knap resultaat 7e, Grosjean 8, Perez 9 en Leclerc met een grip penalty op P10, Raikkonen heeft niet gered P11, Magnussen P12, Stroll 13, Sainz 14, Ricciardo 15, Butler 16, Norris 17, Hulkenberg 18. Albon en Kubica op plek 20. Let's aim for a strong finish to the season. Nou, Jeff zegt ons, we moeten ons gaan richten voor een sterke seizoensresultaat in de finale van seizoen 1. En we gaan ook zien of we dat kunnen waarmaken, want de lampen zijn dus officieel aan voor de grote prijs van Abu Dhabi. Career aflevering 22, de seizoensfinale van seizoen 1, en we zijn onderweg. En we komen niet zo lekker weg. Ten opzichte van Pierre Gasly is er gelijk aan onze binnenkant. En Romain Grosjean zit er ook al gelijk naast. Daar zit Romain Grosjean naast Pierre Gasly. Wij moesten daar ontwijken, anders hadden we daar een botsing met de Fransman. Grosjean naar 6, onszelf naar 5. We hebben een illegal overtake on Romain Grosjean. We moeten die positie teruggeven. Leclerc sluit ook gelijk aan over de curve. En we houden die plek van Leclerc vast. Hij zit er nog steeds aan de binnenkant hoor. En nog P7. P7 dus. Niet zo lekker start in een seizoensfinale. En Vettel is beter weg. Vettel na 2 is beter weg dan Valtteri Bottas. Hamilton leidt de grote prijs. Inmiddels ronde nummer 2. Paas in sector 1. We zien hier Grosjean een beetje vertragen ten opzichte van Pierre Gasly. Vettel nog steeds na 2. Interessant dat hij Ferrari zo lang volhoudt. Maar daar komt Bottas in de slipstream. Wij moeten ook even kijken naar ons. Want wij duiken hier ook in de slipstream van Romain Grosjean. Hier ook gelijk aan Pierre Gasly. Gasly direct de binnenkant. Gasly blokkeert zijn banden. En wij duiken aan de binnenkant van Grosjean. Oeh, die laat hier ons leven hoor. Maar wij doen hem hier gewoon zachtjes naar de buitenkant toe. Het mag allemaal. Geen gevaarlijke move dit. Hij zit er nog wel. Leclerc kijkt ook hoor. Leclerc kijkt. Nog steeds aan de buitenkant zit Romain Grosjean. Oeh, we blokkeren daar. En we raakten daar Romain Grosjean net niet. We mochten ervan geluk spreken dat we er geen voorwereldschade hebben gehad. Vettel nog steeds naar 2. Inmiddels geel. Het is geel. Het is geel. Er is iemand uitgevallen.
Wie is eruit gevallen, dat weet ik niet. Virtual safety car. Ik kijk naar de map. Iedereen rijdt nog. Lewis Hamilton is out of the race. We zijn aan boord bij de Brit. Lewis Hamilton. Juist nu in de seizoensfinale laat zijn Mercedes auto de steek. En ja, je zag het al, hij stuurde wat naar links en het is einde verhaal voor de Brit. Hij kan ook niet schakelen hoor, hij zit gewoon in zijn twee en hier houdt het avontuur voor hem in Abu Dhabi op. 0 punt voor de Brit. Ook Delta was wat hoog. En die moeten we nu gaan zien te verlagen. Hij is op dit moment in het groen. Hamilton's auto is nog niet weggehaald of weggesleept. Dus dat kan misschien een probleem worden. Dat die virtual safety car nog heel lang gaat duren. Ik hoop het niet. Middels ronde nummer 7. We duiken naar binnen. Want de rest is ook al naar binnen gedoken. De virtual safety car was eigenlijk al lang weg. In ronde nummer 5, als ik dat goed zeg. Leclerc komt naar binnen. Teammate Kimi Räikkönen komt ook naar binnen. Dus een dubbelstop voor de Alpha Pit Boys. En een goede stop. 2,0 seconden. Achter Leclerc vol Verstappen. Prima pitstop. Dankjewel boys. We kunnen nu gaan knokken met de Verstappen voor een podiumplek. En voor Vettel en voor Gasly. Want die moeten we ook allemaal zien te passeren. Bottas leidt. Verstappen 2. Vettel 3. Gasly 4. En onszelf na P5. In deze seizoensfinale in seizoen 1. Kijk, daar zie je ze hoor. Daar zie je ze rijden in een treintje. Verstappen leidt dat treintje. Daarachter Sebastian Vettel en daarachter Pierre Gasly. Die hebben hier nu allemaal DRS, dus die gaan elkaar ophouden. Dat betekent dat zij nu dichter bij hun kunnen toerijden. Bottas is in ieder geval weggereden. Kijk, we zitten hier gewoon aan de kont van Pierre Gasly. Die hier erg langzaam rijdt. DRS geopend op de Fransman. Die heeft hier ook DRS van Sebastian Vettel. In de slipstream meer vermogen dan de Fransman. Oh, Gasly kijkt naar de buitenkant. Maar daar zitten wij al. 2-in-1 move. Ah, dankjewel Jeff. En nu kunnen we dus gaan toerijden naar Max Verstappen voor plek 2. We zitten inmiddels op een podiumplek. En als ik een podiumplek haal, is het een super beloning van een topresultaat. Snelste raceronde, 1.40.3. Wat betekent dat wij nu pas een 16 punten krijgen aan het einde van de wedstrijd. Maar die moeten we eerst even zien te behalen. Dus gewoon even uitrijden. En ik ben dus benieuwd of we dat gaat lukken. Urs hebben we eigenlijk volledig opgebrand. Dus we moeten hier weer gaan sparen. Groen is sector 1. Een tiende sneller. Interessant. Wat als leidt. Verstappen 2 onszelf naar 3. Gasly 4 en Vettel 5. Daarachter Charles Leclerc. En inmiddels ronde nummer 10. Kijk eens aan. Daar zitten we aan de buitenkant van Verstappen. Verstappen verdedigt de binnenkant. Die ziet hier een klein beetje door. En dat is niet P2. Helaas, want Verstappen heeft hier een betere exit. Rijdt ook gelijk van ons weg, zie je dat? Maar dan komt er dat we Urs aan het sparen zijn voor het lange rechte stuk. Dat is ons redmiddel. Want onze auto is niet goed in de bochten. Een beetje Ferrari van dit seizoen 2019. Oeh, we blokkeren daar wel even hoor. We blokkeren daar wel eventjes. Ik stotter er eventjes, maar dat geeft niks. Ronde nummer 12, we blokkeren. En wat ik hier dus doe, is proberen om naar Verstappen toe te rijden. Alleen we hebben een corner cutting. Oh, we raken Max. We raken Verstappen. 3 seconden tijd penalty dus aan onze broek vanwege de corner cutting. Eigenlijk, ja, oprecht. Oeh, ja, die voorvleugel gaat ons echt pijn doen hoor. Nu moeten we 3 seconden wegrijden van Verstappen. Als dat niet lukt, is ook geen probleem, maar ik wou gewoon een aanval wagen. Laatste ronde loopt inmiddels voor de seizoensfinale in Abu Dhabi. 14 verschil met Verstappen. De vraag is, kunnen wij wegrijden van hem? Nee. Kom door die voorvleugel. En misschien kan Verstappen hier nog een aanval wagen hoor. Maar het liefst willen we dat gewoon zo gewoon tot aan de finish P2 houden. Een tiende langzamer, kom door die voorvleugel. Gat met Bottas is 4 seconden. Best wel goed, die rijden ook niet meer dicht. Gasly komt niet dichterbij, gelukkig. Anders was ik ook de Sjaak. Alles hier opengooien voor de verdediging van onze landgenoot. Inmiddels over start-finish heen gekomen is Valtteri Bottas. Hij wint dus de seizoensfinale in Abu Dhabi. En wij vinden dus op plek 3 een prachtige bekroning. In een heel goed seizoen. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. Talk to me, Hans. What was it that set them apart from the competition today?
Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. Nou, de uitslag seizoen 1 zit er dus op. Bottas met de wedstrijd, Verstappen 2 en onszelf naar V3. Raikkonen pakt geen punten, helaas, jammer. En Leclerc krijgt Driver of the Day. Prima, wij pakken ook nog eens extra punt, de 16 in plaats van 15 punten. P7 in het eindresultaat voor de Driver Standings. Hamilton is kampioen geworden, Bottas 60 punten verschil. En onszelf naar Best of the Rest in de constructeurs. Super resultaat dit, ik ben ontzettend blij voor ons team. En we gaan gelijk door naar de interview. Van Claire. Lucas flew through the pack in that race. What's his secret? Nou, dat was geen geheim, want Lucas Weber is gewoon een topkerel. Die kan gewoon hard rijden. Dus ik heb daarvoor gekozen. Ja, ik heb het team even beloond. De auto was gewoon perfect. Ik weet niet wat ze deden. Ja, zoals Claire nu zegt, ja, de auto was gewoon in control. Perfect. Appreciate your time. En het laatste interview in seizoen 1 zit er dus alweer op. De resultaten van de rivaliteit. We winnen ten opzichte van Kimi Räikkönen, we winnen ten opzichte van Sergio Perez. Ik weet niet of Kimi Räikkönen ook in seizoen 2 ons teammaatje wordt. Het kan ook heel iemand anders zijn. Ik weet het niet. We zullen zien. De research points na de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn er best wel veel. Dat betekent dat we flink kunnen upgraden aan de auto. Kijk eens aan. En dat is hier een bonus. Heel veel. Team goal behaald. Maar dat had ik eigenlijk al lang behaald. Reputatie is gewoon gelijk gebleven. Ik ga weer naar een veteran en een sportsmanship toe. En hier hebben we nu Emma. Nice job this season. You've been performing well and that's putting us in a strong negotiating position contract-wise. Plus, my 10% is getting more valuable. So enjoy your break. And keep up the good work next year. Sorry, maar dat lachje van Emma vond ik een beetje eng. Ik vond het gewoon eng. Ik weet niet wat er was, maar ik hoop niet dat het een vies lachje was. Nou, de contract negotiations met mijn team. Ik kan ervoor kiezen om met een ander team te gaan, maar ik heb besloten om gewoon bij Alfa Romeo te blijven. De doelen pas ik wat aan. Ik heb gekozen voor kwalificatie dat wat omhoog moet in de race ook. Is driver en we gaan dus kijken of dat werkt. Alright. Het is gelukt. We hebben een nieuw contract met Alfa Romeo in seizoen 2. En we gaan ook kijken of we gewoon nu misschien voor het kampioenschap kunnen gaan rijden. Weet wel, er komt een regulations change aan in seizoen 2. Dus het kan ook zijn dat we in één keer helemaal onderaan rijden. Nou, dit was dus de video, mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat van een like achter als je genoten hebt. Wil je meer van dit soort afleveringen van F1.net Remote? Druk dan gewoon op de abonneerknop en druk dan ook gelijk op het belletje, zet op alles aan zodat enkel liefde meer van mij mist. Reageer wat beter kan ook moet worden aan deze video. Of als je deze video tof vond, beloon dan gewoon en zeg gewoon, hey, toffe video. Dit was goed, dit en dit kan beter. Vind ik altijd fijn om te horen. Volg me even op de social media, Instagram, Twitter en Facebook. Links in de beschrijving kan je gewoon op follow drukken. Dan zeg ik een fijne dag verder en tot ziens tot de volgende keer bij F1.net Remote. We gaan verder in seizoen 2 en dan gaan we beginnen in Australië. Een fijne dag verder en tot ziens.